En dat doen we met Amina Matoeg. Welkom bij Sleutelstad, Amina. Dankjewel. Ja, we gaan het met jou hebben over... Je was hier begin december. Toen was jij kerstvers Nederlands kampioen op de cross. Onder 20. Want je bent volgens mij pas 19 jaar hardloopster hier bij Leiden. Leiden Atletiek, ja. En ook al een paar keer winnares van de 5 kilometer van Leiden Marathon. Als ik het wel heb. En je traint bij illustere trainers, mag je toch wel zeggen. Als Bram Wassenaar en Han Kulke. Maar nou komt er ook een transfer aan. En daar gaan we het straks over hebben. We gaan beginnen nog even met een terugblikje op dat cross. Ja, dat kampioenschap in Tilburg, dat is uitgebreid besproken. De Tilburgse modder met mijn collega Cor. Maar je mocht 2 weken later meedoen aan het EK-cross. In Ierland was dat, geloof ik, hè? Ja, klopt. De Warandeloop, dat was de cross in Tilburg. Was het kwalificatiemoment. En dan na die wedstrijd kijken ze... Ja, zien we mensen met genoeg potentie om op het EK goed te presteren. En een dag later kreeg ik te horen dat ik naar het EK mocht. En ja, dat was 12 december in Dublin. Het was een hele leuke ervaring. Mijn eerste keer uitkomend voor Nederland. Ja, dat was heel gaaf. Ja, en wat voor een soort cross was het? Want je zat hier toen met Tim Brouwer de Koning. En het ging allemaal over modderpaadjes en buiten. Was dat in Dublin ook zo'n modderig boel of viel dat daar mee? Ja, het was zeker wel modderig. Het was ook wel heuvelachtig, wat het extra zwaar maakt. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Geeft nog wel een extra dimensie aan de strijd. Ja, en is dat dan, want hoe lang is zo'n cross dan? Voor mij was het 4 kilometer. Oké. En dat is vanwege je leeftijd. Omdat als je dan wat ouder wordt, dan wordt hij steeds langer. Ja, klopt. Jammer genoeg wel. Maar hij wordt niet super lang of zo. Ik bedoel, dus niet in de zin van een halve marathonachtige ding of nee, zo. Nee, dat zeker niet. Bij de vrouwen senioren is het uiteindelijk 8 kilometer. Ah, oké. Okay. Zoiets als 5 mijl dan een beetje meer. Schat ik zo in. Dan jullie werden als team vierde. Nou ja, het klinkt op zich wel leuk, maar... Het is natuurlijk net geen podiumplaats. Of doen ze dat niet eigenlijk? Want er is een soort teamwedstrijd in de wedstrijd. Ja, klopt. Dus iedereen loopt voor zichzelf. Je loopt gewoon individueel. En op het einde dan worden eigenlijk alle klasseringen van de individuele atleten bij elkaar opgeteld. En degene met de laagste klassering, het team, dat wint dan. En ja, wij waren dus het team met de 4e laatste klassering. En dat klinkt een beetje zuur natuurlijk, 4e plek. Maar uiteindelijk... zaten we toch nog best ver van de 3e plek af. Dus ja, we realiseerden ook wel dat dit het hoogst haalbare was. Ja, en daar kun je dan toch ook best wel trots op zijn, zo'n 4e plek. Ja, zeker weten. In een gewoon supergoed deelnemersveld hadden we het allemaal heel goed gedaan om samen 4e te worden. Dus daar waren we ook heel blij mee. Ja, want welke plek had jij individueel gelopen? Ik ben 21ste geworden. En is dat iets wat je dan, 21ste, weet je, wij denken natuurlijk altijd meteen in medailles en dat soort dingen. Was je daar wel blij mee? Had je zoiets van, ja, dat is echt wel goed zo voor zijn eerste keer? Ja, daar was ik zeker wel blij mee. Het cross is ook wel een discipline waarbij eigenlijk iedereen van allemaal verschillende disciplines op de baan bij elkaar komt. Dus het is toch wel een compacter deelnemersveld, want... Ja, je hebt op de baan heb je allemaal verschillende afstanden, zoals de 800 en 1500 en 5000. En dan is het verspreid. Maar op de cross komen die allemaal bij elkaar. Dus het is nog extra competitief. En daarom was ik ook wel heel blij met die 21ste plek. Ja, dus de concurrentie is eigenlijk groter. Omdat iedereen, jij bent dan echt een middenafstandloopster, zoals dat zeggen. 400, 800, 1500 meter. En ja, op de weg dan ook wel eens 5 kilometers. Maar die mensen doen ook allemaal mee aan het crossen, zeg maar. Ja, dus daarom is het wel extra zwaar bezet. Ja, het is flink bezet. En dan een mooie 21ste plek is natuurlijk helemaal niet zo gek natuurlijk. Want ja, we hadden het erover. Je doet dus een cross, maar je doet ook dus af en toe aan wegwedstrijden. En vooral ook baanwedstrijden. Nou, hoe verhouden die 3 zich voor jou? Wat vind je het leukste om te doen? Nou, de baan is vind ik toch wel echt het allerleukste. En dan zeker de 800 en de 1500 ook wel. En crossen vind ik ook gewoon heel leuk om erbij te doen. En de weg is voor mij niet echt een prioriteit. Maar voor de Leiden Marathon maak ik altijd wel een uitstapje naar de weg. Maak je even een uitzondering. Nou, dat zullen ze bij de Leiden Marathon erg leuk vinden. Dat je daar nog altijd de vaste prik voor bent. Heb je een voorbeeld in de Nederlandse atletiek? Ja, als een beetje... We hebben natuurlijk van de zomer allemaal naar Sifan Hassan zitten kijken. Is zij een voorbeeld voor jou ook?
Nou, ze is natuurlijk wel echt een heel inspirerend figuur en ze doet het ook heel goed. Maar ik moet zelf zeggen, ik doe niet per se heel erg aan echt voorbeelden hebben. Ik denk dat er heel veel verschillende mensen zijn die super inspirerend zijn en waar je echt wel motivatie uit kan halen. Maar er is niet voor mij één persoon waar ik nog extra naar opkijk dat ik denk, oh, ik wil ook zo worden. Het zijn gewoon heel veel verschillende mensen die me inspireren. Ja, nou, je hebt natuurlijk ook twee hele inspirerende trainers. Bram Wassenaar en Han Kulker. Ik hoop niet dat ik ze beledig. Ze zijn niet echt meer de allerjongste. Heb je wel het gevoel dat zij begrijpen hoe het bij jou werkt? Ja, zeker weten. Ze hebben zelf echt superveel ervaring. Dus dat is ook wel heel leuk om daar dan om hun dan als trainers te hebben. En ja, ik kan gewoon heel veel van hun leren. En ja, het zijn hele fijne en goede trainers. Ja, je traint nu bij hun. En ja, maar je gaat van de zomer, ga je op pad. Want je was hier toen in december, toen hield je een beetje op de vlakte over je toekomstplannen. Je had zoiets van, ja, ik wil gewoon zo goed worden als ik kan worden. En ik zie allemaal wel. Maar ik denk dat je toen wel bezig was met die transfer. Ja, ik was er toen wel al mee bezig. En ja, ik ga dus volgend jaar mijn studie afmaken aan Duke University in Amerika. Ja, en ik heb daar heel veel zin in. Ja, nou, daar gaan we zo nog eventjes verder over praten. Want daar willen we natuurlijk alles van weten. Wat Amina daar dan precies gaat doen. Hoe die universiteit eruit ziet. En ja, hoe je daar als meisje uit Leiden zomaar terecht kunt komen. Een kans pakken, dat is zeker iets wat Amina Matou gaat doen. Want zoals ze net al zei, vlak voordat we naar muziek gingen, toen dat ze naar Duke University gaat in Durham, North Carolina. Ja, hoe kom je als Leidenaar in één keer dan terecht op zo'n private college in Amerika? Hoe heb je dat gedaan? Heb je gewoon een brief geschreven? Nou, ja, universiteiten in Amerika die zijn vaak wel op zoek naar atleten om ja, voor hun te sporten op verschillende sporten. En zo ook atletiek. En ja, ik heb wel eens gehad dat er dan bijvoorbeeld op Instagram je een berichtje krijgt van een of andere universiteit. Die zegt van, oh, nou, we hebben je gezien en je loopt heel goed. Zou je een keer met ons willen praten? En eerst negeerde ik dat vaak wel, want ik zat er niet echt op te wachten. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, misschien als ik zelf ga kijken, zitten er toch wel hele mooie universiteiten tussen. En kan ik toch wel hele leuke ervaring opdoen in Amerika. Dus ja, toen ben ik wel actief gaan zoeken naar van, ja, waar zou ik terecht kunnen? En ja, voldoet dat ook aan mijn hoge standaarden? en ja, toen ben ik uiteindelijk in contact gekomen met Duke University. En ik heb met de coaches gesproken, met de mensen in het team. En ja, het is op academisch gezien echt een hele goede universiteit. En op atletiek zijn ze ook heel goed. Dus ja, voor mij was dat wel de perfecte unie. Wauw. En dan ga je. Dus die combinatie van dat ze academisch goed zijn. En dat ze ja, met atletiek, wat jij als sport doet, dat ze daar ook ja, een goede naam hebben. Dat maakte voor jou dat je zei, nou, daar wil ik dan wel naartoe. Ja, precies. En ja, ik had ook gewoon een heel fijn gevoel met de coaches. Toen ik met hun sprak, dat is natuurlijk ook belangrijk. En met de teamgenootjes. Ja, dus toen, daar werd ik wel heel enthousiast van. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het gewoon doen. Ja, en ik las op hun website, daar word je al helemaal verwelkomd als de nieuwe Blue Devil. Wist je dat van tevoren, dat je nou een Blue Devil gaat worden? Nou, ik wist wel dat ze zo heten. En volgens mij hun basketbalteam, die is vooral heel populair en bekend. Het atletiekteam wat minder, maar ja, ik word dan ook een Blue Devil, ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dan ga je studeren. Je studeert hier volgens mij filosofie in Leiden. Kun je dat dan zomaar één op één voortzetten daar? Nou, niet alle vakken kunnen zeg maar overgezet worden. Maar best wel heel wat vakken kunnen dat wel. En dan die kan ik dan zeg maar mijn punten meenemen naar Duke. En kan ik verder gaan met mijn opleiding en die ga ik dan daar afmaken. Oké, en dan, want dan ga je voor een aantal jaar ga je dan daar naartoe? Ja, ik ga waarschijnlijk voor 2 jaar daar naartoe. Oké, en dan, maar dan moet je daar in het Engels gaan, de colleges gaan volgen. Is dat nog een dingetje of zeg je nou,
Nou, mijn studiefilosofie hier in Leiden is ook al in het Engels. Oh. Dus ik denk dat me wel goed heeft voorbereid om straks ook les te volgen in het Engels. Ja. Vind je er ook nog iets moeilijk aan? Heb je het idee van, ik ga misschien mijn familie wel heel erg missen of bepaalde vrienden? Ja, het is ook best wel spannend, want ik heb mijn hele leven in Leiden gewoond. Ik woon ook nog steeds bij mijn ouders. Dus dat is toch wel spannend om dat allemaal achter te laten. Maar daarom wordt het ook denk ik wel een heel leuk avontuur. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Maar ze gaan je vast wel ontzettend missen. Ja, ik hun ook. En wat is dan je toekomstdroom, zeg maar? Wat hoop je daar dan te vinden wat je dan misschien niet hier in Leiden kunt bereiken? Nou, wat toch wel heel leuk is aan het Amerikaanse stelsel, is dat sporten echt onderdeel is van de universiteit. Dus je loopt ook wedstrijden voor je universiteit. Je traint samen met mensen die ook daar naar de universiteit gaan. En ook als je lessen moet missen om een wedstrijd te lopen, dan wordt dat allemaal voor je geregeld. Er is gewoon veel meer samenspraak tussen de lessen en het sporten. En dat trok mij wel heel erg aan. En is het dan ook, want ja, soms wordt natuurlijk wel gezegd, ja, het is daar ook een stuk harder. Heb je ook het idee, nou, dat ik wil wel uitvinden of ik me daar staande kan houden? Ik heb wel vertrouwen dat ik me ook in een hardere omgeving, als dat zo is, staande kan houden. Ik denk dat ik op zich wel goed weet wat ik wil en wat goed voor me is. Dus hopelijk kan ik mezelf beschermen van een verkeerde omgeving. Maar ik heb er vertrouwen in dat niet zo gaat zijn. Ik bedoelde meer gewoon in die sportwereld, omdat de concurrentie waarschijnlijk gewoon wat groter is. Dat je misschien daar toch wat meer een van de velen bent met talent. Ja, ik denk dat het juist ook wel een van de mooie dingen is. Dat je realiseert van hoeveel goede mensen er zijn. Want Nederland is natuurlijk toch best klein. Er zijn alsnog heel veel goede mensen. Maar dat je daar loopt en dat je realiseert van, wauw, er zijn zoveel talentvolle atleten. Dus als ik echt iets wil bereiken, dan moet ik er echt mijn best voor gaan doen. Ik denk dat dat ook wel heel motiverend kan zijn. Ja, en misschien, en je kunt waarschijnlijk ook heel veel van hun leren. Ja, dat denk ik ook. Ja. En wat is er nog meer wat je misschien wel gaat missen of wat je stiekem mee gaat nemen vanuit Leiden? Wat ik mee ga nemen? De universiteit is in Durham, dus dat is ook wel een universiteitsstadje. Dus dat ben ik ook wel gewend van Leiden. Het is echt een universiteitsstadje, dus ik hoop dat daardoor een beetje vertrouwd blijft. Ja, en ik ga Leiden wel gewoon missen, want ik heb hier mijn hele leven gewoond. Ik ben hier opgegroeid en ik vind Leiden gewoon een prachtige stad. Dus je komt wel terug? Ja, zeker weten. Dus bij de Leiden Marathon kom je toch wel een keertje de 5 kilometer lopen? Ja. En is dan uiteindelijk het grote doel, is dat dan Parijs 2024, de volgende Olympische Spelen? Of zeg je, nou, dat komt misschien nog een beetje te vroeg? Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik daar nu mee bezig ben. Ik ben eerlijk gezegd nu gewoon bezig met mezelf ontwikkelen als persoon en als atleet. Misschien gaat het wel zo goed dat opeens een realistisch doel wordt. Dat zou heel mooi zijn, maar ja, ik ga nu niet zeggen, oh, in 2024 sta ik in Parijs. Dat vind ik nog een beetje te vroeg daarvoor. Ja. En je loopt dan de middenafstand in 400, 800, 1500. Maar als je nou zou moeten kiezen, waar zou je het liefst op toe willen leggen? Nou, ik vind de 800 op dit moment wel het allerleukste. Dus daar ben ik nu ook vooral mee bezig. Maar ik denk dat op de lange termijn ik toch misschien wel een betere 1500 meter loper kan zijn. Dus ja, dat is misschien wel iets voor de toekomst. En is dat dan ook iets wat je zegt, nou, dat kan ik misschien daar in Durham wat beter uitvinden met misschien een andere set trainers? Ja, ik denk dat wel ook verschillende manieren van trainen, te kijken hoe dat voor mij gaat. En ik ga ook zeker wel verschillende wedstrijden lopen op verschillende afstanden om te kijken waar ik het beste in ben. En ja, als dat de 1500 blijkt te zijn of toch de 800, dan ga ik me waarschijnlijk meer op die afstand toerichten. Ja, en wat vinden je trainers ervan dat je ze gaat verlaten? Zijn Bram en Han wel een beetje te troosten? Nee, die zijn er echt echte super supporters. Ze zeggen ook wel van, ja, je kan ons altijd bereiken als je iets wil weten of als je een vraag hebt of zo. En ja, Leiden blijft toch mijn thuisbasis, dus ik kom hier altijd weer terug. En het is goed om te weten dat je coaches hebt die het beste met je voor hebben. En ze zijn waarschijnlijk gewoon super trots op je. Ja, zeker weten. En ik heb, tenminste dat hoop ik, en ik heb nog een seizoen hier in Nederland om nog het beste uit mezelf te halen ook. Ja.
Nou, en waar kunnen we je nog bezig zien de komende maanden? Wat staat er het eerste op het programma? De komende maanden ben ik bezig met indoorwedstrijden. En eind februari is het NK Indoor, dus dat is wel mijn grote doel. Oké, nou heel veel succes Amina en ontzettend bedankt dat je eventjes naar de studio wilde komen met ons te praten over je transfer naar Duke University in North Carolina. En we hopen natuurlijk nog heel veel van je te horen. En wellicht kunnen we dan via Zoom af en toe een interviewtje doen over je successen daar.